Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. We starten deze editie met een blik op de vaccinatiedashboard. Tot nu toe hebben 256.711 mensen hun eerste prik gehad en dat brengt ons op 42,7% van de totale populatie en 53,30% van de doelgroeppopulatie. Als we kijken naar het aantal volledig gevaccineerden, staan we momenteel op 217.121 personen. En dat brengt ons op 36,12% van de totale populatie en 45,08% van de doelgroeppopulatie. 8.681 mensen hebben hun derde prik, oftewel hun boostershot, ontvangen. Dat is slechts 1,44% van de totale populatie en 1,80% van de doelgroeppopulatie. Tot heden zijn er in totaal 473.832 prikken gegeven. Momenteel zijn de voetbalclubs in Suriname druk bezig hun spelers te motiveren zich ook te laten vaccineren, zodat de bal weer op een veilige manier aan het rollen gebracht kan worden. Er zal streng gelet worden op de spelers die zich niet willen laten vaccineren. Na toestemming te hebben verkregen om de bal weer aan het rollen te krijgen onder de gevaccineerden, is dat voor de voorzitter van de SVB een opluchting. Het ligt in de bedoeling dat eind januari de competitie weer moet opstarten. De SVB doet een beroep op alle clubs uit de topsectie om hun spelers te laten vaccineren. We mikken op eind januari. Dus we hebben dus nu een periode waarin we 1. De clubs aanmoedigen om hun spelers te laten vaccineren. U heeft de overzicht gezien van wat er tot nu toe dus aan spelers is gevaccineerd. Dan hebben we een klein soort trainingstoernooitje erop. En men kan daaraan meedoen in verschillende formats met volledig gevaccineerde spelers. Dus je hoeft nog niet op volle sterkte te kunnen zijn. Maar nogmaals, bij ons gaat het om het aan het gang brengen van die bal, het rollen van de bal. Om dan wel zo ver te zijn, dus dat wanneer we in januari beginnen, dat je een volledig team hebt dat 11 tegen 11 op een veld kan spelen. Hoe zal de controle geschieden om zeker te zijn dat de spelers zijn gevaccineerd? Want geruchten doen de ronde dat er vaccinatiebewijzen gekocht zijn. Wij hebben nergens anders op af te gaan dan op de vaccinatieboekjes zoals wij die krijgen. Daarin staat vermeld dus de vaccinatie die je hebt gekregen, de dag waarop je het hebt gekregen. En er is een stempel en een handtekening van een instantie erbij en een arts. Dus dat is voor ons dus de methode van controleren. Wat wij wel hebben, is dat wanneer er een wedstrijd gespeeld gaat moeten worden, de teams die aan die wedstrijd deelnemen, 2 uur voor de wedstrijd aanwezig moeten zijn op de locatie, en dat is het Asset Stadion, waar ze dus een sneltest zullen moeten ondergaan. En de sneltest kan 2 resultaten aangeven. Je bent negatief of positief. Als je positief hebt, dan word je niet toegelaten om die wedstrijd te spelen. Je wordt verwezen naar het BOG om daar een PCR-test te gaan doen, om dan te variëren of zaken dus daadwerkelijk zo zijn, want ik heb begrepen dat die sneltesten soms ook wel een verkeerde uitslag gaan geven. Maar wij nemen geen risico. Dus positief word je verwezen naar een BOG, PCR-test, en die kan doen. En aan de hand daarvan wordt er dan besloten dat door het BOG dat je eventueel dus in isolatie geplaatst wordt. Alle testen zullen betaald worden door de SVB. Dus we hebben geschat dat we, als de competitie start en uitgaande van een aantal clubs, dat we zeker 5.000 tot 6.000 in sneltesten in dat competitiejaar alleen zullen moeten gaan afnemen. Ik moet wel zeggen dus dat wij dus daarvoor dus ook mensen zullen gebruiken dus die opgeleid zijn om dus de swaps af te nemen en alle zaken dus die daarbij horen,
waarover zij moeten beschikken om hun taak naar behoren te kunnen doen. Volgens de regels van de CONCACAF, FIFA, dienen de spelers volledig gevaccineerd te zijn. Dus ook deze wereldwijde instantie zal het in de gaten houden. Bondsarts Praveen Mankoo gaat in gesprek met het COVID-19-journaal in op de protocollen die zijn opgesteld voor een veilige opstart van de competitie. We hebben een protocol opgesteld en in het protocol staat duidelijk vermeld wat onze begineisen zijn. Wilt u als speler, staf en in welke hoedanigheid dan ook deelnemen aan het toernooi, hetzij EHBO-personeel, hetzij interieurverzorgster of verzorger, maakt niet uit. Als u op dat moment tijdens een wedstrijd aanwezig bent in het stadion of in dit geval op het veld, want enkele van de wedstrijden zoals ik net heb gehoord zullen ook hier in het Orokul complex worden gespeeld, dan dient u volledig gevaccineerd te zijn. En volgens de regels van het CONCACAF, FIFA, word je pas gerekend tot een volledig gevaccineerd persoon als je je prikjes, in dit geval 2 regimehoudende prikjes heb gehad en 2 weken dan van voorbij ben. Als je 1 prik hebt gehad, dat is de Johnson, dan is het dan nog 2 weken, 14 dagen optellen. Als je dat hebt, dat kan aantonen, word je dan geregistreerd. En u vroeg me nog, wat zal een test inhouden? Kijkt u, al bent u volledig gevaccineerd, er bestaat nog steeds een kans dat je positief getest kan worden. Natuurlijk is dat zeer minimaal, zeer klein, maar als we praten over contactsporten, zijn wij dan bezig de kans daar te verhogen. Wij willen dan ook uit voorzorg de spelers, de staf, het personeel dat aanwezig gaat zijn, voordat wij starten met zo'n wedstrijd, willen we dan de spelers, het geheel aan team dat aanwezig gaat zijn op het veld testen. En dat gaan wij doen middels sneltesten, 2 uren voordat de wedstrijd start. Gaan we de hele groep testen. Als de testen negatief zijn, de sneltesten, zullen wij dan de mensen dan toelaten om te beginnen met hun activiteiten. Mocht het zijn dat tijdens zo'n test en zo'n health check-up, want een test gaat gepaard met de health check-up, we gaan niet komen en blindelings testen, we gaan natuurlijk ook een health check-up doen, de vragenlijst nagaan, temperatuurmetingen doen. Mocht het zijn als we een dubieus geval hebben of iemand vermoeden van deze persoon heeft toch wel klachten, hij geeft het niet toe, maar we zien het aan die persoon, wordt die persoon dan apart geïsoleerd. Er wordt een PCR afgenomen, dat wordt gestuurd naar het lab. Blijkt, als het negatief is, wordt de persoon dan toch toegelaten. Ik denk niet dat het dezelfde dag gaat lukken, want een PCR-test kost wat extra tijd. Maar dat weten we voor de volgende wedstrijd dan. Mocht het zijn als zo iemand positief wordt getest, wordt dan het COVID-19 protocol isolatie voor die persoon dan ingezet. Dat is het wat ik u in een nutshell kan vertellen. Voor elke team heb je een trainingsschema en als u het trainingsschema gaat opzoeken binnen de protocollen van het BOG, eigenlijk dat ook door ons is opgesteld, een poosje terug, gaat u zien dat er in groepen wordt getraind. En daar praten we over contactpersonen. En aangezien we praten over volledig gevaccineerde personen en contactpersonen, dan is de hele team, dan zou het nutteloos zijn om dan de hele team te gaan isoleren of in quarantaine te gaan plaatsen. Als we in een groepje van 4 hebben getraind, dan zouden we slechts kijken naar de overige 3 spelers die in close contact waren met degene die positief is getest. Maar het hoeft niet altijd een speler te zijn die positief wordt getest, maar het kan ook even goed de masseur zijn. Dan is het ook belangrijk om dan na te vragen, meneer, van vanaf wanneer hebt u de klachten gehad? Want dan is het 48 uur van tevoren dat je dan besmettelijk bent. In dit geval. En als je dan op een vrijdag komt spelen en je hebt de afgelopen 3 dagen ben je niet in contact geweest met de rest van het team, dan heeft het geen zin voor mij om als dokter de hele team in quarantaine te gaan plaatsen. Want dat gaat dan nu ten prestatie van het team. En dat is dan weer niet zo leuk voor de spelers. Als je 2 weken of 4 weken hebt getraind en nu dan in quarantaine moet gaan. Het laten vaccineren geldt niet alleen voor de spelers, maar voor ieder die betrokken is tijdens een competitie. Van EHBO-personeel, arbiters, interieurverzorgers, tot zelfs de ballenjongens dienen volledig gevaccineerd te zijn. Ik praat over een geheel team. Het team houdt in, natuurlijk, clubs, voetballers, hun
staf, technisch staf, dat meekomt met zo'n vereniging. Maar daarnaast heb je nog andere groeperingen. Je hebt het zelf genoemd. We praten over arbiters, we praten over een EHBO-groep, we praten over stadionpersoneel, we praten over security, we praten over het medisch team dat daar aanwezig gaat zijn om het COVID-geheel te monitoren. Dan praten we nog over de ballenjongens. Dat geheel wordt getest en het geheel krijgt educatie voordat wij gaan starten. Want het heeft geen zin voor ons om alleen te focussen op spelers en het technisch staf van een bepaalde voetbalclub, terwijl er, laten we zeggen, zogenaamde ongecontroleerde aanwezigen zijn in het stadion. Dus iedereen die zo in een stadion komt, wordt gecontroleerd. Morgen worden alle voetballers in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren. Dit zodat de competities in Suriname weer opgestart kunnen worden. Het vaccineren is op het complex van DNF Haarchirurgie aan de Brokopondolaan. Ik roep alle spelers die aangesloten zijn bij een van de clubs van de Surinaamse Voetbalbond of bij dus de lidbonden die aangesloten zijn bij de Surinaamse Voetbalbond op om zich te laten vaccineren. Want dat is de enige manier waarop we dus op een gegeven moment weer onze sport gaan kunnen beoefenen in Suriname. Dus nogmaals, doe dat. De heer Jalins van Transvaal organiseert een actie, speciaal voor voetballers. Toch, maak gebruik van dus die mogelijkheid om ook daar naartoe te gaan om je te laten vaccineren. Zo niet, heeft de overheid zelf een aantal vaccinatieplaatsen waar je ook een keer dus naartoe kan gaan. En dat is het politieopleidingscentrum. Je hebt ook dus het zorghotel aan dus de Anton Drachtenweg. En verder dacht ik ook bij de diverse RGD-polies die er in het land zijn. Alsjeblieft, denk aan jezelf. Denk aan je gezin, als je een gezin hebt. Zo niet, denk aan je ouders. Vaccineer, zodat we dus een veilig Suriname kunnen hebben en ons voetbal weer veilig kunnen beoefenen. In Nederland blijven de gevallen maar stijgen. Momenteel bevindt Nederland zich in een zwaarder golf. Vandaar dat ook nu weer de maatregelen worden verscherpt. Veel sectoren moeten vanaf zondag dicht van 5 uur 's middags tot 5 uur in de ochtend. De maatregel duurt voorlopig 3 weken. Volgens ingewijden geldt dat onder meer voor restaurants en cafés, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken, sportscholen en de amateursport. Scholen kunnen open blijven. Het doel van de maatregelen is om de snelle toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen af te remmen. Minister De Jonge heeft al een paar keer gezegd dat er nu echt een kentering moet komen. Het kabinet vroeg het Outbreak Management Team woensdag om een spoedadvies over de maatregelen. In Zuid-Afrika grijpt een nieuwe, zwaar gemuteerde coronavariant om zich heen. In België is intussen één bevestigd geval opgedoken. Het gaat om een dertiger die niet gevaccineerd is en die vanuit Egypte naar Nederland gereisd is. Wetenschappers zijn bezorgd. Voor het eerst duikt er een variant op die een overdrachtsvoordeel lijkt te hebben ten opzichte van de Delta-variant. Het nieuwe variant heeft 32 mutaties en verspreidt zich enorm snel. Intussen hebben landen binnen de UK het luchtruim gesloten voor 6 bestemmingen binnen Zuid-Afrika. From the experience of the last 21 months or so, we almost can predict how this is going to move. As I've said, especially when, like the Delta starting in Gauteng, you can be rest assured as people start to move even more over the next few weeks, this will be all over. Er duiken voortdurend nieuwe coronavarianten op, maar die sterven vaak snel weer uit. Deze dus niet en het aantal besmettingen neemt snel toe in de regio waar de nieuwe variant is gevonden. It was kept as a preventative measure and now it's being used as such against these 6 countries for this new travel ban. And that's been triggered by the South African cases, 59 cases found in South Africa of this B11529 variant that you've been outlining. Also 4 cases in Botswana and 1 in Hong Kong. Now this is the most heavily mutated variant so far. And of course, as we've been saying, it's concerning how fast it can spread and whether vaccines can stand up to it, all of which are unknowns at the moment. So the UK has
taken this step to ban travel from these six African countries. Let's take a look at which ones they are. South Africa is one, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini, and Zimbabwe. We're waiting to find out if other countries are going to follow suit and ban flights from those countries too. But in terms of the UK travel rules and how those stand right now, there'll be a flight ban in place until the hotel quarantine has been set up and is up and running. For anyone who's already arrived from one of those countries recently, they're being asked to do PCR tests. For anyone who arrives between now and 4 a.m. on Sunday, they're being asked to quarantine for 10 days at home and also do PCR tests on the second and eighth day back. Familie en vrienden staan al klaar in de aankomsthal. Heeft u al wat gehoord van uw dochter? Ja, ze zit vast in het vliegtuig. Ze mogen er niet uit. Dus het is nog afwachten wat er gaat gebeuren. Ik had niet moeten denken dat ze daar... Ze zitten dan wel bij familie daar, maar dat ze daar dan nog langer hadden moeten blijven zitten. Ik had geen idee dat het zo die situatie daar zo moeilijk was. Dus het kwam een beetje als een verrassing dat in één keer de vluchten niet meer mochten. Mijn schoonzus heeft geluk gehad, dus die kan... Als ze in quarantaine moet bij ons thuis dat doen. Ze zeggen al, van dan had ik liever in Afrika gezeten in het zonnetje dan vast hier in het vliegtuig. Intussen zit dit nieuwe variant al in België en zal niet lang meer duren alvorens het in Nederland opduikt. Waarna het op die manier ook makkelijk Suriname kan binnendringen. Dr. Javier Assin heeft meerdere malen gewaarschuwd voor de vijfde golf die op komst is. We moeten ons nu veilig stellen door ons zo snel als mogelijk te laten vaccineren. Er valt niets meer aan te twijfelen omdat het wereldwijd al bewezen is hoeveel niet-gevaccineerden momenteel sterven aan deze zeer besmettelijke ziekte. We gaan eruit, maar niet alvorens u een fijn weekend toe te wensen. Wees u extra voorzichtig in alles dat u doet en let u goed op uzelf en uw medemens. En vooral gaat u vaccineren. Tot de volgende keer.